Supporters zijn niet te koop. Die steken de loftrompet over een team. Ze reizen hun favorieten achterna en ze dragen de spanning mee over de afloop van weer een wedstrijd. Sportgrootheden vergaren hun roem soms over een lange tijd, soms ook op één dag. Bij Ajax loopt Johan Cruijff voor de eerste keer mee naar de middenstep voor de kenmerkende Ajax-cirkel. Feyenoord, op één lijn groetend, heeft nog altijd de linkervleugel Moulijn Bouwmeester. Maar in deze wedstrijd is er ook een jonge held die zich in één keer een vaste plaats in de overzichten verwerft. Hans Venneker. Cruijff, kijkt hier nog op tegen Kraai. En aan de andere kant gaat Moulijn tegen de vlakte. Dorpmans, de scheidsrechter, kent geen twijfel. En Henk Groot klaart de klus waarin hij goed is. Feyenoord neemt met 3-2 voor het eerst een voorsprong in deze wedstrijd. Is hier weer Henk Groot in een aanval die overigens doodloopt. Maar Venneker is dan al het middelpunt van de wedstrijd. Al droomt Sjaak Zwart hier met deze derde goal van Ajax tegen 5 van de thuisclub nog even van bordjes veranderen. Het is Bouwmeester die die gedachte verjaagt. En voor doelman Hogerman is er geen houden aan. Dan nog maar eens in volle glorie Koen Moulijn. Venneker krijgt er ondertussen niet genoeg van. Zijn vierde, Feyenoord zevende. En angstig ondergaat Ajax de overmacht. Bij Feyenoord biedt iedereen zich aan. Haak, Groot. Het is weer Bouwmeester. Hij maakt het af. Scorebord kan deze last nauwelijks tillen, maar er moeten er nog twee bij. Aan iedere kant één, waarvan de laatste er weer één voor Venneker is.